Via Instagram kregen we de volgende vraag. Wat is afgoderij en waarom is het een zonde? En misschien heb je nog wel nooit eerder van het woord afgoderij gehoord. Of denk je aan andere godsdiensten waarbij ze beelden aanbidden. Toch is afgoderij iets wat veel voorkomt. Want het is meer dan het aanbidden van beelden. En zeker niet iets dat alleen maar vroeger gebeurde. Hoi, ik ben Jeroen en je kijkt naar de video van Strong Life. Wij helpen jou groeien in geloof. Wanneer iets in jouw leven de plaats van God inneemt en eigenlijk belangrijker voor jou is dan God, dan is het een afgod. Nu komen we iedere dag met zoveel dingen in aanraking. Dingen die onze aandacht vragen. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Je mag ergens super enthousiast over zijn en er veel tijd in investeren. Maar het kan voorkomen dat deze dingen zo belangrijk voor je worden, dat zelfs God ervoor moet wijken. Dit kan van alles zijn. Denk aan sport, ambities en verslavingen. Maar ook geld en seks. In Colossenzen 3 vers 5 staat het volgende. Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. Seks en geld zijn twee dingen die in onze maatschappij overal aanwezig zijn. En in de basis zijn ze helemaal niet verkeerd. Het is heel normaal dat een man en vrouw seks hebben. En het hebben van een goed gevulde spaarrekening is heel verstandig. Maar het gevaar bestaat dat we met ons hele hart gaan verlangen naar het hebben van veel geld. En dat we ons vertrouwen gaan stellen op onze bezittingen, in plaats van te vertrouwen op God. Over seks zegt Paulus in Efeze 5 vers 5 dat mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks, dienaren van afgoden zijn. Hierin is seks een afgod, doordat we liever toegeven aan onze verkeerde verlangens, dan erop te vertrouwen dat de regels van God goed voor ons zijn. Daarnaast kunnen geld en seks, maar bijvoorbeeld ook status en bekendheid, ons een goed gevoel geven. Maar dat zorgt er nooit voor dat we voor 100% tevreden zijn. Hierdoor kan er altijd weer een gevoel van leegte ontstaan. Afgoderij is een zonde omdat God wil dat we alleen Hem aanbidden. Dat we Hem op de eerste plaats in ons leven zetten en ons vertrouwen op Hem stellen. En dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar ik geloof dat God dit wil omdat Hij weet dat dit het beste voor ons is. Want Zijn liefde vult elke leegte. Zijn liefde laat ons ervaren dat we gewild en geliefd zijn. Heb jij ook een geloofsvraag waar je graag een antwoord op wil? Ga dan nu naar stronglife.nl/contact en stuur ons jouw vraag. Dan gaan wij ons best doen om te beantwoorden in een van onze volgende video's.